Hát meg is nappaló, akkor mire? Kom ki binnen. De Apollo Residence. Het torenhoge appartementencomplex met uitzicht op het voetbalstadion, een eigen huismeester en fitnessruimte. Ondanks de hoeveelheid luxe staat nog steeds de helft te koop. Het heeft puur met het consumentenvertrouwen te maken. De doelgroep is er, de mensen zijn er. Nederland met alle respect grijst, nog steeds lichtelijk. Dus er komt een steeds grotere doelgroep voor dit soort appartementen beschikbaar. Maar de doelgroep waar u op doelt, die heeft toch geld zat? Er zijn heel veel mensen die hebben ook wel de middelen ervoor, maar de durven om een of andere reden. Het is niet dat de centjes zijn er allemaal wel bij de mensen. Wietse van der Belt woont op de 14e etage. Hij is de jongste bewoner van de Apollo en denkt dat er andere redenen zijn waarom de verkoop nog niet wil vlotten. Ja, je kan het van meerdere oogpunten bekijken. Het meest voor de hand liggende is natuurlijk dat het een lastige markt is momenteel. Aan de andere kant zou ik ook zeggen, ik heb een beetje mijn twijfels ook bij de professionaliteit van de makelaar. Bijvoorbeeld, kijk naar het bord wat je hier beneden hebt zien staan. Er staat al 3 maanden helemaal ondergeklad met graffiti. Ik woon hier nu 1,5 jaar. Ik heb 3,5 jaar geleden gekocht. En ik sta nog steeds op een mailinglijst van kom kijken naar de open dag van Apollo. Ronald Heerkens is bewoner van 1 van de 3 penthouses. Hij woont er naar alle tevredenheid, maar baalt van de tuin rondom de Apollo. De gemeente moet nu zorgen dat het allemaal piekfijn in orde komt. Het is niet zo erg, maar als je zo'n mooie omgeving woont, moet dat ook afgemaakt worden. Volgens Wietse en Ronald ligt het probleem voornamelijk bij de presentatie. De makelaar denkt hier anders over. De stap van een woning naar een appartement is volgens hem het grootste obstakel. Het heeft wel dezelfde luxe, maar het heeft een heel ander gemak. Want als je natuurlijk uit een woonhuis komt, dan heb je een tuin en dan heb je over het algemeen meer ruimte. En hier ga je voor het gemak, ga je voor de luxe, alles op gelijk vloers. En men wil niet altijd het tuintje nog kwijt, daar moet men aan wennen. We zijn nu bezig met ook een plan. Er zijn een aantal balkons, die zijn we nu aan het maken. Het zijn loggia's, daar gaan we nu weer meer balkons van maken. De buitenruimte is heel belangrijk op dit moment, dat voor mensen. Nieuwe balkons moeten zorgen voor meer bewoners in het appartementencomplex. Iets wat volgens de huismeester hoog op het verlanglijstje staat. Er zijn afdelingen bij of waar maar 1 woning zit in plaats van 5 of 6 woningen die op een galerij zitten. En dan woon je toch in je eentje op een galerij. En het is leuker als je buren hebt natuurlijk.